Welkom bij Most Ridiculous. Ik ben Sven de Ridder en het zijn zotte die waren. We beginnen met deze verhuizers die worstelen met een fauteuil. Ze worstelen ook met gezond verstand, gezondheid en veiligheid en het concept van zwaartekracht. Als er een fauteuil op uw kop valt, dan kun je zeggen dat je pech hebt. Maar hij heeft wel twee zappers gevonden. De Barry die wil bij het Olympische kungfu team. Maar helaas voor de Barry zit dat er niet direct in. Hij heeft de vereiste vaardigheden niet en bovendien is kungfu geen Olympische sport. De Karel heeft net de vloer van dit magazijn geverfd. Tijd om te oefenen op zijn klimvaardigheden. Ik denk dat hij met een afsprong wel wat punten zal verliezen. Het is niet zeker dat hij het klimteam zal halen, maar het goede nieuws is dat hij geen verf op zijn schoenen heeft. Ja, want dat was pas vervelend geweest. Iedereen houdt toch zo van spulletjes die van de camion gevallen zijn, hè? Spulletjes, zei ik. Niet de stief. Wie heeft er goesting in verstopperken in het magazijn? Hè? Gregory, jij verstopt u en Peter, jij telt tot 20. Allee, come on, Peter, je speelt vals. Dat is niet eerlijk, hè? Is toch niet eerlijk, hè, Gregory? Gregory? Deze gast is het stuur kwijt. Zie je wel? Het is ongelooflijk eng als een kwaadaardige heftruck in een magazijn tot leven komt en besluit de mensheid uit te roeien. Of in plaats van de mensheid een hele palet flessen. Vind je dat al erg? Wacht tot hij een robot transformeert. Niet alle heftrucks die tot leven komen zijn kwaadaardig. Nee, deze doen niks liever dan Jenga spelen. Alleen hij kan er niks van. Een weetje over bomen. Hoe meer dat je ze naar je toe trekt, hoe groter de kans dat ze op je hoofd vallen. Ja, ze is ook keizeren. Ik stond nogal sceptisch tegenover dat weetje, dus heb ik een experiment opgezet met mijn schoonbroer, de Mark. Ja, we hebben elkaar sindsdien niet meer gesproken. Hey, Mark. Welkom bij Bouwers met Talent. We beginnen met een Danny. Hij kan een gat graven zonder schub. Slimme jongen. Deze meme-speler die doet alsof die paal loodzwaar is. En dan heb je ook deze kerels. Ja, die kunnen er geen zak van. Wat mij betreft gaan ze dus niet door. Een bouwterrein irriteren gebeurt niet gauw, maar dit autootje is daar toch in geslaagd. En blijft weg! Als je denkt dat deze twee niet met gereedschap overweg kunnen, stel je dan even voor dat ze er een fles wijn mee proberen te openen. Het kan er gevaarlijk aan toe gaan op een bouwterrein. Zeker als je rondrijdt zonder kruiwagenrijbewijs. Ja, dat is echt belachelijk. Jaan, wilde jij die dikke kwast even uit de bestelwagen nemen? Ja, ligt er hier, Frans. Nee, niet die dikke kwast. Dat is de Tony, hè? Het bestelwagenspook. Ik wil gewoon een verfkwast. Wat heeft hij uitgespookt? Sommige bouwvakkers zijn beter dan de anderen. De beste zien direct wat het probleem is. Deze man moest de airco bekijken, zodat de kamer meer lucht kreeg. Voilà, probleem opgelost, hè. Dat is dan 2000 euro, exclusief BTW. De grootste grappenmaker op een bouwterrein is natuurlijk de ladder. Ik zeg altijd, vertrouw nooit een ladder. Zeker niet als die op twee opeengestapelde wankele tafel staat. Kom het er nu niet in wrijven, hè, Billy. En mondje dicht tegen de mama. Maar wie zegt dat je nooit onder een ladder mocht lopen, heeft volkomen gelijk. Dit restaurant is zeker en vast geen drive-in. Ah, toch wel. Ah, oké dan. Voor mij een hamburger en een cola. En een frietje.
deze pletwals was zijn baasje beu en besloot om er vandoor te gaan en een nieuw leven in Australië te beginnen. Spijtig genoeg nam hij de verkeerde afslag en kon zijn baasje hem inhalen. Nieuw-Zeeland is niet Australië, hè. Schaap, laat jij de sneeuwscooter even buiten? Oké. Nee, oh, wacht. Je moet altijd de legend doen, hè. Ik ga een ritje maken met mijn nieuwe vuilniswagen op afstandsbediening. Ik lees de handleiding niet, want oh, hoe moeilijk kan het zijn? Ik druk gewoon op deze knop. Sorry. Verkeerde knop. Hopelijk heeft niemand dat gefilmd. We weten allemaal dat honden een hekel hebben aan postbodes. Maar hun eigen busje haat hen nog meer. Zeker deze busje. Zodra de postbode uitgestapt is, gaat het er gewoon vandoor. En wanneer de man erachteraan gaat, valt het busje aan. Het slaat hem tegen de vlakte. Het ziet dat de postbode nog beweegt en dat gaat terug om de genadeslag toe te dienen. Ja, gelukkig is deze programma kindvriendelijk en overleeft de postbode het. Maar ja, waar blijft mijn pakje? Ja, ik heb interesse in een rozenbal, die van onder. Ja, kunnen die voor mij pakken? Oh, nee, weet je wat? Laat het maar zitten. Als uw rooshemd en strakke broek niet eens uw grootste minpunt is, dan zet hem een sukkel. Snapte? Waarom staat er nu nooit een winkelkar als ik er één nodig heb? Nu voel ik me stom. En na een zware dag op het werk is het zo moe dat je gewoon instort. Oh, Claire, ik zei na de shift. Claire, wie gaat er nu afsluiten? Dat was het voor deze keer. Tijd om in te pakken en het verkeer voor te zijn. We kunnen het erover eens zijn dat werken het belachelijkste in ons naar boven brengt. Oké, tot de volgende keer.